helemaal niet. Dankjewel, dankjewel, dames en heren. Hey. Hey. Dit is de allereerste aflevering van Favorites. En hier komt elke zondag bij mij een YouTuber of iemand anders bij mij op de bank. En die heeft iets meegenomen, namelijk een favoriete film. Dus Kelvin, waar is jouw favoriete film? Hier! Nee. Oh. Ja, ik ben van de... Zal ik je gewoon heel eerlijk zijn? Ja, ik ben van de download generatie. Ja. Oké, welke drie films heb je dan? Nee, twee. Ik heb het al vast gereduceerd naar twee. Ja. Namelijk, ik wil of... Ik zeg gewoon, wat ik wil gewoon zeggen. Het is of... I'm Letting of the Green Mile. Eens even kijken. Ja, misschien laten we wel een stukje trailer zien. Nothing happened the way it was supposed to happen. Legend zo bijzonder. Ik vind het tofste vind ik dat ze echt het gevoel hebben gecreëerd dat zeg maar Will Smith, ik weet niet hoe hij in de film heet trouwens, Dr. Robert Neville heet hij volgens zo. Dat ze echt het gevoel gecreëerd dat de hele fucking wereld kapot is, Putos. Maar dat er niemand meer is. Ik weet niet of mensen, kijk, dit is een beetje tricky. Als mensen de film hebben gezien, zeggen ze van, oké, ik weet precies waar het over heeft. Als je de film niet hebt gezien, shame on you. Dames en heren, hoe voel jij je, of hoe doe jij, wanneer je een seksscène ziet op televisie terwijl je ouders erbij zitten? Hoe deed jij dan? Dit is wel een grappig verhaal hoor. Want mijn ouders en ik, vooral met mijn moeder, wij keken altijd gewoon... Ook mijn moeder ging dan expres samen met mij spuiten en slikken kijken. En tijdens die seks zit en zo. Het, zeg maar, vanaf jongs af aan is het er al gewoon ingegoten. Dus het was nooit dat ik... Tuurlijk voel je... Wat is het? Is het vanaf jongs af aan ingegoten? Ja, dat is toch... Ja, jongen. God. Kjel, mensen gaan denken dat jij thuis alleen maar porno zit te kijken. Ja, helemaal niet. Maar het is toch fijn dat je dan... Zeg maar, aan de ene kant... Het blijft ongemakkelijk natuurlijk. Ja. Maar het was nooit echt een ziek taboe of zo. Het was nooit echt dat mijn ouders dan weg zouden zetten. Elke keer komt er dus een YouTuber bij me langs. En die krijgt aan het einde van de video krijgt de keuze om om zoete of zoute popcorn op te eten. Maar dat moet hij zo snel mogelijk doen. Ik gooi er hem aan hoor. Lekker Kel. Editor, doe even zo'n geluidje zo. Psh. Ja, hey. Okay. Nog eentje. En dan maar dan alsof ik een keel doorsnijd. Wat? Wat? Popcorn. Ja. Okay. Ja. Goed, ik wil een verhaal vertellen. Iedere keer komt er dus bij mij een YouTuber langs of iemand anders en die krijgt dus de mogelijkheid om zoute of zoete popcorn zo snel mogelijk op te eten. En op een gegeven moment zijn er heel veel YouTubers langs geweest en dan gaan we kijken wie het snelst is. Dus we gaan een soort competitie bijhouden. Dus Kel, zoete of zoute popcorn? Zoet. Ik heb nooit begrepen dat mensen in een bioscoop soms zeggen, ja, mix ze maar door elkaar. Fuck! Laten we beginnen met popcorn, yo! Boom! Zoet popcorn! Nou, dat betekent... Dat hij eerst nog in de magnetron moet. Kelvin die wilde per se warmen. Helemaal niet man! Wat? Ik kom hier binnen en zeg ik, Noé, weet je wat dat het in de magnetron moet hè? Zegt hij, ja maar anders doen we straks pas, anders is het niet warm. Waarom heb je warme fucking popcorn nodig? Oh ja, ik heb een bak popcorn en hij heeft gekozen voor zoet. Nou, ik zeg hier alsjeblieft, heel veel succes. Maar de bedoeling is dat ik het zo snel mogelijk wegwerp. Ja, je moet zo snel mogelijk opeten. En de tijd gaat. Nu in! Maar een idols ook, hè? Ja, als het maar snel gebeurt. Tenminste, dat is voor jou. Ga ik doorspoelen? Ja, ik denk het wel. Blijf het sneller. Oh! Hey, kan je niet doen, hè? Maar deels snel. Stop! Dat is 2 minuten en 5 seconden. Ah, oké. Ik was druk bezig met het eten van popcorn, net als Kelvin. Kelvin krijgt van mij 5 seconden aftrek. Ja. Dus in plaats van 2 minuten 13, gaat hij naar 2 minuten 8.
Nou, Calvin zat in heel veel op nummer 1 vanaf. Yes, mijn eerste! Hij zat de hele week daar op nummer 1. Wow! Dit was Calvin Boerma. En zijn kanaal is de Calvlog. En Cinemates. En Cinebuddies. Veel te veel met YouTube te doen. Ja, veel YouTube. Oh. Abonneer op mij, yo! Doe niks met films trouwens, ik praat door films. Nee. Tot zover deze aflevering van Favorites. De filmfabriek! En van Favorites. Vergeet deze video niet te liken, te delen op social media. En wil je nou meer filmfabriek zien, wat je natuurlijk gewoon niet wilt, klik dan vooral niet daar, want dan kom je dus op mijn kanaal terecht. Wil je nou meer filmfabriek zien? Nee, dat zei je, man. Wat? Tot later! Doei! Doei!